Zoveel lichte klei. Kneed de klomp. Spider, je bent op tijd. Bedek met een lijmpistool. Verf het in wit. Maak het lichaam op. Roze kraal. Ongewoon uiterlijk. Waarom is het speciaal? Is iedereen hier? Is Mals weer te laat? Waar komt hij deze keer mee aanzetten? Hij moet zich klaarmaken voor de les. Sorry, ik ben laat. Weer te laat. Laat me je huiswerk zien. Ja, ik heb de spin meegenomen. Mijn favoriete huisdier. Oh nee. Niet bang zijn? Oh my god. Wat een schatje. Spider-Gwen vindt het ook leuk. Laten we vrienden zijn. Hi. Ouch. Hij heeft me gebeten. Ik wist dat dit zou gebeuren, Miles. Sorry. Oeps. Miles, laat me gaan. Dat kan ik niet. Ze lijkt op mij. Dit is erg verontrustend, Miles. We kunnen beter gaan. Gwen, welkom bij de workshop. Verander onze pop in Spider-Woman. Neem de maten op. Good. Neem de patronen over op de stof. Knip de blanco's uit. Naai een jumpsuit. Nu de kap. Pas tijd. Laten we mouwen opnieuw doen. Voeg strepen toe. Haar masker is wit. Wauw, Spider-Woman. Wat is er vandaag op tv? Er is chaos in de stad. Zeg maar dag tegen je huisdieren. Wat is er van plan? Ik zal iedereen in steen veranderen. Niet als ik er iets over te zeggen heb. Ik ga je tegenhouden. Ik zie haar. Had je me niet verwacht? Wie ben jij? Kom erachter. Ik ben Spider-Woman. Heel indrukwekkend. Rustig aan, meisje. Sta me niet in de weg. Dit is nog niet voorbij. Raak de slak niet aan. Oh, waar ga je heen? Steen. Oh nee, Spider-Woman is in gevaar. Ik moet haar redden. Ik moet gaan. Hoi, Lalilu. Knip de kleren uit. Uit elkaar. Voilà, superheldkostuum. Breng acrylverf aan. Een web met de spin op de borst. We hebben rood nodig. Doop het penseel en werk aan de tekening. Laten we het masker tekenen. Witte ogen. Spinnenpatroon. Hello. Ik ben Spider-Man. Snel naar Gwen. Let's go. Aha. Je kan niet wegkomen. Ha, nog één. Belachelijk. Oh nee, spinnenwebben. Laten we de dieren redden. Wie ben jij? Juffrouw Wesley?
Nou, de politie komt eraan. Wauw, ik kan het niet geloven. Laten we een nieuwe strip drukken. Lalilu, accepteer je deze foto? Tuurlijk. Laten we de foto's overzetten naar de laptop. Oh, grote vingers. Dat is beter. Goed gedaan. Mooi. Haha, ik ga op zoek naar nieuw materiaal. Laten we de strip drukken. Nieuwe editie. Laten we het piepschuimblok opnieuw schilderen. Een beetje ouder maken. De kartonnen stukken uitsnijden. Planken toevoegen. Bordje erop. We willen het lezen. Nog Marvel fans hier? Schrijf in de comments. De school heeft een hoek met een populaire strip. Alle kluisjes zijn bedekt met superhelden. Amazing. Spider-Man is zo'n schatje. Onze stad is veilig. Wat is hier aan de hand? Gaat deze strip over ons? Wauw, we zijn beroemd. Oh, Spider-Man. Ik hou van je. Ik word aangevallen. Zijn dat acteurs? Ze zijn echt. Serieus? Ik kan het niet geloven. Hete lijmstick. In kleine cilinders snijden. Kralen. Ze zullen dienen als sproeiers. Omwikkel met zuimpapier. Het blijft om op te tekenen. Knip de rode streep af. Maak de lussen vast. Elke heeft een fles. Teken zoveel als je wil. Ik heb een plan. Het is tijd om mijn liefde aan Gwen op te biechten. Ik zal een bekentenis schrijven. Ik hou van jou. Trouw met me. Laten we Gwen bellen. Spidey Sense. Gwen voelde het ook. Iemand in de stad heeft mijn hulp nodig. Er wachtte haar een aangename verrassing. Is er iemand in gevaar? Draai je om. Oh, dat is zo lief. Ik hou van je. De tijd verstreek. Gwen verwacht een baby. Schat, ik wil iets ongewoons. Ik regel alles. Misschien een burger? Oh, nee. Chips? Nee. Fruit? Pizza? Frisdrank? Gebak? Eeuw. Wat moet ik doen? Mijn buik doet pijn. Laten we naar het ziekenhuis gaan. Let's go. Spider heeft 2 cocons gemaakt. Eens kijken. Onze baby's. Ze hebben zeker een gave. Kleed onze kleintjes aan in superheldenkostuums. Het zijn zulke schatjes. Wees gezond. Gelukkige ouders staan op de drempel van het ziekenhuis. Baby's! Thank you. Schat, wacht. Verrassing voor jou. Wat is hij van plan? Ik ben zo opgewonden. Wat is er aan de hand? Verrassing! Ik heb het huis versierd en een wieg gemaakt voor de baby's. Nee, ik heb een beter idee. Zacht en warm. Tijd om te leren lezen. Baby's hebben andere plannen. Spelen en plezier maken natuurlijk. Lalilu zal helpen. Ontwerp papier. Meet de lengte.
knip de armband uit. Voeg een web toe. Perfect. Kijk, Miles. Te groot. We zullen het oplossen. Lalilu-magie. Nu hebben we twee armbanden voor papa. Waar is het web? Precies. Thanks. Stop, kleine monsters. Hoe werkt het? Waar vlieg je? Hebbes. Ik weet nu hoe ik je moet trainen. Je zal niet meer voor me wegrennen. Stop het in een spinnenwiel. Het is een bal. Opnieuw schilderen. Karton zal van pas komen. Strepen. Uitknippen. Maak een doos. Roze schuimpapier. Lijm de doos. Versier met een spin. Strenge breinaalden. Wat een geweldig pakket. Het is geweldig om te breien. Oh, ik vergat de cacao. Kinderen zijn hier. Wauw, garen. Willen jullie spelen? Oké. Kinderen lieten zich meeslepen en wikkelden de hele kamer in garen. Wat is hier gebeurd? Hebben jullie kinderen dit gedaan? Oké, opruimen nu. Ze was er snel overheen en ging weer verder met breien. Gebruik een plastic deksel. Van binnenuit opnieuw verven. Rode buitenkant. Temperatuurweergave. Voeg knoppen toe. Maak dit. Voeg aardappels toe. Koken in volle gang. Kinderen, het is te lawaaierig. Ah, nou, ik moet mijn vrienden zien. Je geeft ze toch wat te eten? Doei. Eten. Eten. Oké, laten we iets bedenken. Ga aan tafel zitten. Papa zal je favoriete frietjes koken. Mmm, klaar. Pap, je bent iets vergeten. Je geheime ingrediënt. Precies. Kruiden gemaakt van gedroogde vliegen. Hoe lekker. Chef Miles is geweldig, zoals altijd. Een lege fles. Hey daar, Lalilu heeft het nodig. Bedek onze dop met hete lijm. Een cocon. Omwikkel ons werkstuk. Recht uit het bont. Onze cocon hangt in de boom. Wie zit erin? Dit koppel kijkt tv. Ik hou van deze film. Wat is dat voor geluid? Heb jij het ook gehoord? Ja, het lijkt alsof het van de zolder komt. Kun je even kijken, schat? Waarom moet ik het zijn? Zie je iets? Deze stoffige en donkere zolder is zo eng. Laten we dan gaan. Wat was dat? Wow, het is een cocon. Hoe is het hier gekomen? Ik zei dat je vaker moest schoonmaken. Oké, ik haal het eraf. Plotseling kwam er dikke rook uit de cocon. Er zit een baby in. Echt niet, het is een baby. Zijn wij nu ouders? Ons koppel is nieuwsgierig naar een nieuwe baby. Gebruik een draad. Knip de voedselcontainer door. Bedek alles met hete lijm. Aan de zijkanten hangen webben.
voeg een matras toe. Spinnenwieg, hoe ongewoon. Moeder bleef om voor het kind te zorgen. Zoete dromen, mijn baby. Hallo? Rebecca, George, natuurlijk, ik wacht op je. Ik moet iets koken. Ik laat steeds alles vallen. Mama komt zo terug. Het was niet de beste beslissing. De baby wil niet stilzitten. Ik liep weg voor dit moment. We hebben een wieg nodig. De baby ligt al in de pot. Ik heb de wieg gevonden. Schatje, kom hier. Ze sprong. Mama kan koken. De tafel is gedekt. De kleine zat vredig in de spinnenwieg terwijl mama het huishouden deed. Plastic standaard? Interessant. Neem chinchilla zand. Kiezel, twijgen, groene mos. Vul de etages met materiaal. Wie hebben we hier? Spinnen. Welkom op de spinnenboerderij. De school houdt een huisdieren tentoonstelling. Laten we eens kijken. Oh, een gans. Leuk, een hondje. Goede jongen. Een kooi met vogels. Dit is een 100 jaar oude schildpad. Interessant. Waar is Gwen? Ga je gang. Meer. Ze brengt een hele boerderij met spinnen binnen. Dat is erg onverwacht. Oh, ik ben bang voor spinnen. Heel ongewone huisdieren. Nou, de prijs gaat naar Gwen. Voor het meest ongewone huisdier. Ik hou zo van spinnen. Oeps, waar zijn ze gebleven? Oh nee. Oh, help. Spinnen, red jezelf. Ze zijn overal. Het is uit de hand gelopen. Spider-Girl transformatie. Kom naar mij. Oh, is dat magie? Gewoon een superkracht. Spring. Nog een sprong. Hallo, ballerina. Het is tijd om te veranderen. Slechts het schabloon. Naai de kap. Maak de lepel kleiner. Nu hebben we een frame. Voeg een spin toe. Maak een tutu-rok. Niet standaard ballerina-kostuum. Gwen zal het geweldig vinden. Gwen Stacy houdt van dansen. Kijk en herhaal naar mij. Oh, hoe sierlijk. Mijn beurt. Ik moet meer oefenen. Ik denk dat het hier is. Hallo? Gegroet. Kleed je eerst aan. Okay. Gwen veranderde haar kostuum in een tutu. Kijk, het is een spinnenmeisje. Ja, natuurlijk. We leren wat nieuwe bewegingen. Kijk goed. Herhaal naar mij. En Gwen, is dit een handleiding? Is alles in orde? Goed, nu strekken. Juf werd afgeleid en Gwen begon weer te vliegen. Kun je dat? Wow, bravo! Talentvolle kleine Gwen. Jullie zijn allemaal grote slimmerikken vandaag. Baby, schiet op. Het is tijd om de look te veranderen. Laten we een jumpsuit maken. En hier is de blouse. Naai alles. Perfecte pasvorm. Laten we een capuchon tevoorschijn toveren. Wat denk je? Oh, je liet me schrikken. Voeg de webarmlets toe. Comfortabele schoenen. Gwen is nu een tiener. Meer avonturen in het verschiet. Hij vroeg me uit op een date. Ik ben zo nerveus. Het is tijd om te eten. Een sinaasappel. Oeps, ik ben te laat. Hoe zie ik eruit? Oh, wat is dit? Een buisje? We moeten het verbergen. Ik verander in Spider-Woman. Laten we gaan. Is hij te laat?
Oh, ik kwam net te vroeg. Waar is Gwen? Oh, sorry. Ik herkende je niet. Een cadeautje. Oh. Dank je. Waarom heb je een pak aan? Ik wil de indruk op je maken. Laten we de materialen voorbereiden. Verzamel vliegen. Glimmende vleugels. Rode ogen. Vul de pot met insecten. Voedzaam dieet voor spinnen. Gwen rust wat uit in haar kamer. Plotseling werd de spinnenboerderij luidruchtig. Oh, je zal wel honger hebben. Ik zal je voeden. Een pot met eten. Bon appétit. Het bleek dat het eten leefde. Vliegen kwamen hun vriend redden. Nu is hij vrij. De spinnen zijn woedend. Oeps, sorry, dat was onhandig. Zoete tractaties van mij. Stof, een nieuwe look. Maak een strakke broek. Heel goed. Nu een wit pak. Ik kan niet zien. Sorry. Meer web. Doe de capuchon op. Veeg de schoenen aan. Gwen groeide op en pompte zelfs hun superkrachten op. Een oude vrouw kwam naar het park om een krant te lezen. Het is lekker rustig hier. Oh. Een crimineel wachtte de oma op. Hij greep haar tas en rende weg. Iemand heeft me beroofd. Stop! Oh nee! Oh. Gwen hoorde geschreeuw. Wat is er aan de hand? Ik ben beroofd. Pak hem daar! Oké. Ik heb dit. De schurk zit helemaal verstrikt in een web. Oh no! Eigen schuld. Mijn redder. Ik doe gewoon mijn werk. Dag. Wat is er gebeurd? Heb je hem? Oké, we zoeken het wel uit op het bureau. Maak krantenpapier klaar. Vouw ze dubbel. Wow, foto van Spider-Woman op de titelpagina. Enorme editie, een hele stapel. De hele stad hoorde het nieuws over Gwen's moed. Extra, extra. Lees er alles over. Lees alles over Spider-Woman. Oh. Hoe interessant. Aha. Mag ik er ook een? Yes. Genoeg voor iedereen. Thank you. Wow. Koppel bespreekt luid de sensatie. Nu ben ik ook nieuwsgierig. Laat het me lezen. De hele straat is geschokt door de gebeurtenissen. Iedereen leest het nieuws. In de 21ste eeuw. Dag. Oeps, kijk uit waar je loopt. Voordat ze bijkwamen, toen plotseling, ben je gewond? Wow. Wat is er? Jij bent het. Oeps, ik moet rennen. Ze zullen me niet vinden achter de boom. Hoe moet ik de straat oversteken? Hé, struik, dek me. Ben je je aan het verstoppen? Vreemd. Kijk, het is het meisje van de koffer. Achter haar aan. Waar is iedereen gebleven? Wacht, ik hoor bij jou. Wat denk je wel niet? Het is ongelooflijk. Een babybuik. Laten we het uitprinten. Echt niet. Spider-Woman verwacht een baby. Dokter, ik heb een week geleden te veel donuts gegeten. En ik heb buikpijn. Wacht alsjeblieft, ik roep de dokter. Hallo. Ga op de bank zitten. Laat eens zien wat je hebt. Niets bijzonders, donuts. We hebben een onderzoek nodig. Het lijkt op... Ik hou van snoep. We zullen zien. Natuurlijk, je krijgt een baby. Wat? Echt niet? Oh my gosh. Je weet nooit hoe zwangere patiënten zich gedragen. Hoe verander je een pop in Spider-Man? De make-up verwijderen zal niet genoeg zijn. Een jongenspop zal perfect zijn voor deze rol. Laten we een superheldenkostuum voor hem maken. Schets de stukken op rode en blauwe atletische stof. Oh, het zijn er zoveel. Verbind de rode en blauwe stukken. Het is klaar. Maak het pak vast met de klittenband. Oh, ik zie niks. Teken een paar ogen. Er zijn overal spinnenwebben op het pak. Een spinnenlogo siert de borst. Rode handschoenen zullen zijn handen beschermen. Schets de binnenzool op dicht karton.
voegt schuimpapier toe. En de superheldenschoenen zijn bijna klaar. Maak een vetersluiting. Een rommelig denimvest past beter. De schouders zijn bedekt met studs. Een mohawk gemaakt van studs, dat is uniek. Spider-Man zal het recht in de stad herstellen. Yes, ik ga lezen over nieuwe superheldenavonturen. Ashley ging liggen en ze begon in slaap te vallen. Ze dommelde in. Terwijl ze sliep, gebeurde er iets vreemds. Wat een raar licht. Dat kan niet. Is dat Spider-Boy? Wat was ze aan het lezen? Niet slecht, ze is een fan van mijn vader. Nou, ik kan het zien aan de posters. Nou, ik laat dit meisje een superheldenfoto achter als souvenir. Laten we een selfie nemen. Oh, wanneer ben ik in slaap gevallen? Ik kan me niks herinneren. Ashley vond de Polaroid-foto. Wow. Ik kan het niet geloven. Droom ik nog steeds? Deze schattige brunette pop zal veranderen in Venom. Maak stukken voor een kostuum van zwarte sportstof. Het past zo goed. We hoeven alleen maar speciale Venom-symbolen op de borst te tekenen. Een fonkelende riem maakt de look compleet. Voeg decoraties toe. Draai niet zo snel. Kleine bedrieger, je liet ons schrikken. De symbiont binnenin verandert het meisje in Venom. Maar het goede wint altijd. Ze moet een pauze nemen tussen de lessen door. Ze moet zich klaarmaken. Het is zo comfy onder deze appelboom. Plotseling viel er een rijpe appel naar beneden. Knop! Recht op haar voorhoofd. Oh, we worden aangevallen. Ze kan zich niet altijd beheersen. In het heetst van de strijd verschijnt de symbiont. Pak aan, appel. Heerlijk. Oeps, ze haalde al het fruit van de boom. Er liep een rommelig meisje voorbij. Het is niet cool om afval te maken. Hé, wacht even. Oh, monster. Zou je zo vriendelijk willen zijn om dit stuk papier op te rapen? Ik hou er niet van mezelf te herhalen. Bedankt. Sorry, alsjeblieft. Ik deed niet expres. Ik zal het herstellen. Oh, wat zou je doen zonder mij? Ondanks haar donkere kant en haar vervelende symbiote, probeert ze beleefd te zijn. Maak een gitaar vol piepschuim. Verf het rood. Voeg een houten hals en kop toe. Teken wat snaren. Gaan we een concert houden? Spider-Man is een rebel. Hij woont in de kamer naast Vanetta. Het is tijd om die nerds wakker te maken. Een elektrische gitaar op maximaal volume is een eng wapen. De muren schudden. Oh, ik haat Spider-Man. Ik wilde in stilte lezen. Vanetta werd boos. Maak een koptelefoon van de helft van een gebarsten bal. Voeg woorden en tekeningen toe. Eigendom van venijn. Een boog zal de koptelefoon verbinden. Een dunne kabel met een draadstekker. Stuur het geluid van de gadgets naar de accessoire. Je kan hier alle muziek luisteren en andere mensen niet lastigvallen. Oké, ik heb een truc in mijn mouw, koptelefoons. Venom zet ze op, maar ze zijn niet geluidsdicht genoeg. Dat is het, ik ga naar mijn buurman. Klop, waarom ben je zo luid? Neem deze koptelefoon, hij is van jou. Oh, dat is zo gul. Bedankt. Spider-Man plukt in de gitaar. Nu is hij de enige die het hoort. Yeah, rock'n'roll! Ik kan rocken en mijn muziek irriteert niemand anders. Nu kan Vanetta eindelijk van haar boek genieten. Spider-Man bracht de materialen mee en vroeg om een skateboard te maken. Hoe kun je nee zeggen tegen hem? Gedrukte stukken en kartonnen details werden een skateboard. We kunnen de wielen van de auto nemen. Trek juwelenhouders en zet ze vast aan de achterkant. Laten we meenemen naar het skatepark. Johnny oefent trucs op schansen. Het is niet gemakkelijk voor een nieuweling. Hij kan één van de trucs niet. Auw, vallen doet zo'n pijn. Wie is dat? Spider-Man stopt het skateboard. Sta op, vriend. Pak mijn hand.
Je hebt zo'n cool skateboard. Natuurlijk. Kijk, ik zal je een paar trucjes laten zien. Het belangrijkste is oefenen. Je mag het hebben. Serieus, bedankt. Haal het net uit de safe. Het zal het gezicht beschermen tijdens het schermen. Knip de zijkanten bij. Maak het vast aan de nek met een lint aan de achterkant van het hoofd. Maak een schermfolie, een tandenstoker, een gebogen handvat en een kristallen handvat. Dat is een edelwapen. Metaal fonkelt met zilver. Ze is hier voor de training. Ze heeft altijd haar tas met uitrusting. Ze heeft haar masker en folie klaar. Laten we vechten. Under. Aanval na aanval. Verdediging. Aanval opnieuw. Stap terug en stop. Oh, haar folie viel. De sparringpartner gaat winnen. Ze werd boos. Ze gebruikte haar lange tong om haar concurrent neer te slaan. En ze viert haar overwinning. Dat kan je niet doen, dat mag niet. Oeps, sorry. Alsjeblieft, ik hou niet van verliezen. Het is moeilijk voor mij mijn emoties onder controle te houden. Knip het frame uit voor een cello. Polijst de randen. Er zit een kartonnen hoes op. Een toverstokje creëert een elegante kop. Verf het samen met wat eronder zit. Er is een dunne eindpin aan de onderkant. Trek aan de snaren. Wat een prachtig geluid. Er zijn veel mensen in de concertzaal. Vanetta doet mee aan het concert. De muzikante was nauwelijks klaar met het stemmen van haar instrument toen iemand haar gitaar bracht. Ik heb deze gitaar ergens gezien. Spider-Man giechelt. Het spijt ons, we hebben wat problemen. Ik kan nu spelen. Maak een boeket van rozen in de tuin. Maak een heel bloemstuk. Textuurpapier zal dienen als omslag. Bind het vast met een lint en geniet. Wauw. Spinnenwebben? Is Spider-Man van plan een bloemist te worden? Slechts voor één persoon. Hij is gebiologeerd door Vanetta's optreden. Haar spel is zo vol passie, het publiek vindt het geweldig. Het was geweldig. Vanetta, je hebt zoveel talent. Bedankt, dat is aardig van je. Verwijder een kantenkoepel van oude speelgoedparaplu. Gebruik een zwarte sportstof. Dat is beter voor Venom. Voeg een spits toe aan de top. En versier met een rood koord. Nu houdt slecht weer ons niet tegen om plezier te maken. Vanetta gaat graag naar het park om alleen te zijn met haar boeken. Een paar vogels gingen op haar bankje zitten. Wil je me ergens voor waarschuwen? Ja, kijk! Het begint te regenen. Het wordt sterker en sterker. Gelukkig kan ze van haar slijm alles maken. Deze paraplu zal ons beschermen. We verbergen ons samen voor de regen. Knip de rietjes bij. Voeg metalen halve kralen toe. Zwarte strassteentjes zien er beter uit. Vriendschapsarmbanden zijn een goede manier om iemand blij te maken. Vanetta en Patrick lunchen in een café. Na het concert hebben ze veel tijd samen doorgebracht. Vanetta, doe je ogen dicht. Niet gluren. De man heeft een verrassing voor haar. Een doosje met vriendschapsarmbandjes. Dat is zo schattig. Bedankt. Nu zijn ze voor altijd vrienden. High five.